naar deze Chortle om karma te versterken. Ik ben even benieuwd, wat is dit nou precies? Dus dat gaan we even aan de chauffeur vragen. Als we het hebben over karma, dan gaan de Boetanesiën naar deze Chortle om karma te versterken. Voor ons is het meer een ritueel geworden om in de weekenden lekker even rondjes te lopen en een beetje te reflecteren op het leven hier. En voor de Boetanesiën is het belangrijk dat ze 108 rondjes lopen. En dat tellen ze door middel van een mala, een soort kralenketting in hun hand. En ze schuiven steeds één kraal op om tot de 108 te komen. Voor goed karma, dus eigenlijk goed terug te keren in het leven hierna. Dat is erg belangrijk in dit land. Wij gaan even een rondje lopen om gewoon even lekker te reflecteren. Nee, hebben ze nog nooit een kinderwagen? Ja. Prima. Posse hoort hier ook bij. De buigingen richting de Chortle. Het is helemaal ingeburgerd hier, want zelfs de hond loopt met de klok mee om de Chortle. Deze tempel midden in Thimphu leent zich erg goed voor even een moment versterken karma, want hier zijn prachtige grote prayer wheels die we eventjes kunnen gaan draaien. Kai en Pieter zijn er al voor, dus we gaan even achter ze aan. Hele grote, dat moet wel heel versterkend werken voor jouw karma, schat. Dat goed? Wij zagen gisteren al wat auto's rijden met allerlei versiering. En nu is de YDF-car ook versierd. En zijn we even benieuwd, wat is dit nou precies? Dus dat gaan we even aan de chauffeur vragen. Yes. So this is the YDF-car. And this is Karma. Hello Karma. Kuzu Sampola. Kuzu Kuzu. What exactly is this? This is for the goddess, the machine god, which is celebrated by the Indians. And as we Buddhists follow the Hindu culture also, so we decorate this as for the wishes for him. Wishes for him. And what is it? In the prayers. In the prayers. And does it have, is it for the good karma of the car or something? Yeah, because people say that it's a luck, you know. It's luck. If he gives the blessing, okay, he gives the blessing to the car. To the car. So nothing will happen to us. Oh, that's excellent. So everyone was doing this yesterday, right? Yeah. And this is quite moderate. You also have decorations where people can't even look through the front window, right? But then you think the blessing will be so good that. But actually, it's you know. Everybody does that. Everyone, yeah. Yeah. And now we have another, our Buddhist culture, our Buddhist Lama will bless the car. Oh, he'll. So they say that we doesn't have to follow the Indian thing, so that our Buddhist can, the Lama will bless the car. Oh, with that's. You know, doing puja and all. Right. It looks beautiful. And it's blessed. Wonderful. Thank you so much for this explanation. Het laatste stukje op weg naar het klooster. Elke bocht daar dachten we, nu zijn we er. Maar deze bocht zijn we er. De koeien zijn het teken, de vlaggen zijn het teken. Open space.
karma. In onze zoektocht naar goed karma was dit wel de mooiste zoektocht, want de weg omhoog was eindeloos. Met hier een mooi klooster met prachtig jonge monniken die hier hun leven leven. En wij ons best hebben gedaan om hier ook weer ons karma te versterken door een offering te brengen. En even het leven hier te aanschouwen met de dieren. Iedereen die hier leeft op zulke prachtige hoogte. Tot volgende week.